Bonjour, dit is een nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor Online. Op mijn weblog frankrijkbinnendoor.nl vind je altijd mijn tips over vakantie in Frankrijk, mijn e-books en tips voor een stedentrip in Parijs. Kijk dus ook altijd eventjes op frankrijkbinnendoor.nl. Maar luister je nu mee naar deze nieuwe aflevering van Frankrijk Binnendoor Online. Ben je op zoek naar een leuk idee voor een vakantie of een lang weekend in Frankrijk? In deze podcast praat ik je bij over mijn ervaringen in de wijngaarden van Frankrijk. Verwacht geen uitgebreide verhandelingen over wijnen of welke het beste zijn of het lekkerste. Ik ben geen wijnkenner, maar wel in de loop der jaren een wijnliefhebber geworden. Tijdens mijn reizen door Frankrijk heb ik her en der leuke wijndomeinen gevonden en er heerlijke wijnen geproefd. Dat klinkt misschien gek, maar ik geniet het meest van de Franse wijngaarden als ik er een mooie wandeling of fietstocht kan maken. In elk jaargetijde heeft een wijngaard zijn eigen karakter. Onder invloed van weer en mens is de wijngaard geen dag hetzelfde. En dat maakt het bijzonder aantrekkelijk voor prachtige wandelingen of tochten op fiets of mountainbike. Na afloop afsluiten met een bijzondere proeverij bij een lokaal wijndomein is dan natuurlijk wel een tof idee. In deze podcast neem ik je mee naar de wijngaarden van de Loirestreek die op redelijke afstand van de Nederlandse en Belgische grens liggen. Ik neem je mee naar het wijngebied van Bougueil, dat tussen de kastelen van Saumur en Langeren langs de rechteroever van de Loire ligt. In deze omgeving kun je makkelijk een vakantiehuis of gîte huren, of zelfs op een heus kasteel verblijven. Ik heb er al een paar keer een gîte in een oude boerderij gehuurd, die midden in de wijngaarden ligt. 'S Avonds was het er stil en aardedonker. Overdag was er in de wijngaarden van alles te doen. Als je in oktober gaat, dan kun je overal de plukkers aan het werk zien. Je kunt er uitstekend wandelen en fietsen door de wijngaarden en de bossen die op de noordelijke heuvels liggen. Er zijn ook veel fietsroutes die tevens aansluiten op de mooie fietsroute langs de Loire. Wijnproeven of een domein bezichtigen kan in principe overal. Het is meestal wel verstandig om vooraf een afspraak te maken. Dat heeft twee voordelen. Je weet dat je niet voor niets komt en men zal meer tijd voor je hebben. De wijngaarden in de omgeving van Bourgueil kennen een rijke historie. De geschiedenis vertelt dat de eerste wijngaarden hier door de Romeinen werden aangelegd. Echter pas in de middeleeuwen neemt de wijnbouw een flinke vlucht. En dat kwam vooral door de monniken van de abdij van Bourgueil. Deze abdij is er nog steeds en binnen de muren van de abdij ligt ook nog altijd de wijngaard. Maar buiten de muren zijn er nog veel meer en daar heb ik er een paar van bezocht. De AOC Bourgueil heeft een oppervlakte van 1350 hectare en bestaat uit 7 dorpen. De wijngaarden die op de heuvels liggen geven de wijnen een speciaal karakter door het tufsteen dat de ondergrond vormt. Bourgueil is een leuk plaatsje, te midden van wijngaarden en verbonden door een brug met de andere oever van de Loire, waardoor je makkelijk naar de beroemde wijngaarden van Chinon of Saumur kunt gaan. Vanuit het Loiredal bij Bourgueil reizen de heuvels op waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. Ook een fietstocht langs de Loire met een picknick hoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Saumur is een leuke stad om te bezoeken, evenals het aan de andere kant van de Loire gelegen plaatsje Caen de Saint-Martin. Iets verder landinwaarts ligt de prachtige Abbaye Royale de Fontevraud en de moeite waard om te bezichtigen. Midden in de wijngaarden van Bourgueil ligt het Domaine de la Butte. Vrij vertaald het domein van de heuvel. Dat klopt ook wel, want het domein ligt aan de voet van een heuvel waar de ranken mooi op het zuiden liggen. De wijngaarden zelf liggen op de heuvel tot aan het bos. Ik heb er al vaker wild gezien, zoals reeën en wilde zwijnen. Onder de heuvel heeft men in een grot met een fantastische wijnkelder waar de vaten liggen opgeslagen. La Butte levert een paar lekkere rode wijnen die van de heuvel afkomstig zijn, zoals de Haute de la Butte, La Pied de la Butte en de Mi-Pant. De laatste komt van het midden van de heuvel en is een heerlijke zachte rode wijn die je heel lang kunt bewaren. Alleen bij mij krijgt hij de kans niet. Past heerlijk trouwens bij een lekker stukje vlees of wat wild. Het domein is eigendom van Jackie Blow, die vlak bij Tours in het dorpje Mont-Louis ook het Domaine de la Taille au Loup bezit en daar prima witte wijnen produceert. Jackie Blow is een aardige man die zoals zoveel wijnbouwers met passie over zijn vak praat.
Als je het geluk hebt dat hij zelf aanwezig is, en die kans is in Mont-Louis het grootst, dan staat een bijzondere proeverij in het verschiet. Maar ook als hij niet zelf aanwezig is, zal het een mooie ervaring zijn om bij Domaine de la Butte te proeven. Overigens zijn de laatste jaren de mogelijkheden om er ter plekke te proeven wat afgenomen. Je moet het gewoon eens gokken als men aan het werk is en vragen of je een afspraak kunt maken. Ook leuk, Domaine Pavillon du Grand van Yannick Amirault in Saint-Nicolas-de-Bougueil is eveneens de moeite waard. In 1977 nam Yannick Amirault op 22-jarige leeftijd het wijndomein over van zijn opa. Het ging toen om ongeveer 3,4 hectare en tegenwoordig heeft het domein circa 20 hectare tot haar beschikking. Ook hier worden rode wijnen gemaakt van de Cabernet Franc. Een wijn die mij heel erg aanspreekt is de Cuvée de la Coudre. Het is een wijn die gemaakt wordt van de druiven die op een 25 jaar oude wijngaard groeien. De druiven worden begin oktober met de hand geplukt en na de persing voor 2/3 op houten vaten gerijpt en voor 1/3 op stalen fusten. Hierdoor ontstaat een lekkere wijn die zich prima laat drinken bij gegrild vlees, maar ook bij gegrilde vis. Een moot gegrilde tonijn en een glas La Coudre is een uitstekende combinatie. Het beste is dan om de fles een uurtje van tevoren te openen. En als je een karaf hebt, dan opent de wijn zich nog meer. Ook Yannick Amirault is een wijnmaker die vol vuur over zijn wijn kan praten. Het moment van zijn entree zal ik nooit vergeten. Ik had via mijn zoon een afspraak gemaakt en wij waren iets aan de vroege kant. Precies op de afgesproken tijd kwam er een mooie Porsche-trein oprijden. En er stapte een man uit in een overal en met laarzen aan. Het deed mij denken aan een oude tv-reclame van de staatsloterij waarin een boer met bemodderde laarzen uit een Ferrari stapte. In dit geval was het de eigenaar van het wijndomein, die ons daarna uitlegde hoe hij zijn wijnen maakte en wat er allemaal bij komt kijken. Af en toe riep ik, doe ze maar, omdat hij in zijn enthousiasme wat te rap praatte. Inmiddels liggen er nog 6 flessen La Coudre bij mij in de kelder. Ze zullen de 10 jaar dat ze kunnen blijven liggen waarschijnlijk niet halen. Vanuit Bourgueil kun je de Loire oversteken en naar de leuke stad Chinon gaan. Het heeft een rijke historie en ooit kwam Jeanne d'Arc er op weg naar het kasteel om de Dauphine te bewegen de strijd aan te gaan met de Engelsen. Op weg naar het kasteel loopt een geplaveide straat die nog identiek is aan de tijd dat Jeanne hier te paard omhoog reed. Maar deze keer was ik bij Chinon om een andere reden. In het dorpje Cravant, vlakbij Chinon, ligt het wijndomein van Bernard Baudry. Vanaf 1982 maakt hij hier uitstekende wijnen en sinds 2000 wordt hij daarbij geholpen door zijn zoon. De kelders zijn uitgehouden in de rotsen en als je de kans krijgt moet je vragen om een bezichtiging. Wel van tevoren even een afspraak maken. De wijnen van het domein zijn heerlijk. Over het algemeen is de Chinon een krachtige dieprode wijn die lekker bij stevige vleesgerechten smaakt. Bernard Baudry maakt een bijzondere wijn waar ik graag om de zoveel tijd voor terugkom. Het is de La Croix Boissée. Deze wijn is krachtig en kan vele jaren blijven liggen. Dat Baudry populair is, blijkt wel uit het feit dat je van deze wijn maar een beperkt aantal flessen per persoon mag kopen. Als je de kans krijgt, moet je dat absoluut doen. Maar ook al zijn andere wijnen zijn van topklasse en toch heel betaalbaar. Overigens zijn ook de witte wijnen en rosés uit deze regio niet verkeerd en loont het de moeite om op diverse plaatsen te gaan proeven. Na afloop een bezoek aan Chinon brengen en de boven het stad gelegen kasteel kan een mooie afsluiting zijn van een dag om nooit te vergeten. Ik kan je alleen maar aanbevelen om, als je in de Loirestreek bent, ergens een afspraak te maken en de heerlijke wijnen van deze regio te gaan proeven. Wil je meer weten over de Loirestreek? Kijk dan voor mijn persoonlijke tips op frankrijkbinnendoor.nl/Loire. Zoek je tips voor een camping, hotel of vakantiehuis? Dan is frankrijkvakantieland.nl/Loire een goede start. Ik wens je veel plezier in de Loirestreek. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in iTunes op Frankrijk Binnendoor Online en je krijgt als eerste te horen als er weer een nieuwe podcast is. Je kunt natuurlijk ook elke dinsdag voor het avondeten even kijken op frankrijkbinnendoor.nl/podcasts. Tot mijn volgende podcast!